te vele reacties die we van jullie hebben gekregen. Ja, wisten wij veel of het een leuk spel zou worden. Want die caravan die is natuurlijk bijna niet te overtreffen. Maar jullie kijken er graag naar. Dus we gaan gewoon lekker door met kapot knallen. Maar hoe zit het nou ook weer met de spelregels? Het is eigenlijk heel simpel. Het gaat om de pot. Die moet namelijk... Hallo? Kapot. Ja, deze bak die hierboven hangt, die is 2 punten waard. Mogen ze lekker aan tegenaan trappen. Hopelijk gaan de bloemetjes dan ook een beetje eruit. Het is wel leuk voor het beeld natuurlijk. Kratje, daar gaat het niet om. Het gaat om die pot. Maar even, hoe vinden jullie onze nieuwe aardekratjes? Dit zijn origineel fietskratjes, maar wij gebruiken ze gewoon voor het spel. De pot, die moeten ze raken. Dat is 1 punt. 5 keer mogen ze schieten. Zijn maximaal 10 punten te krijgen. Nou, en die heeft nog niemand behaald hoor, kan ik je vertellen. Maar van welke afstand moeten ze schieten? Die caravan dat was van 11 meter, maar we willen het een klein beetje moeilijker maken in dit geval. Ze zijn toch lekker thuis, dus misschien voelen ze zich dan wel beter. Dus ze mogen vanaf het 16 meter gebied schieten. Hier. Het is wel leuk, want vorig jaar met caravan knallen hoopten we ook een beetje op de technische staf die mee zou gaan doen. Het is door omstandigheden eigenlijk niet gelukt. Maar nu hebben we er eindelijk eentje. En niet zomaar eentje. Assistent trainer Ekrem. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb je kriebels in je buik dat je denkt, hé? Ja, nu je vertelt dat ik de eerste ben van de technische staf die ooit dit gaat doen, voel ik toch wel wat kriebels opkomen. Ja, maar bij Aaron is het ook goed gegaan. Hè? Die was de eerste van de spelers. Die heeft gelijk 4 punten gescoord. Ja, maar Aaron heeft ook een waanzinnige traptechniek. En ik moet even kijken of ik dat kan evenaren. Ja, met caravan knallen ging het er iets anders aan toe, waarom? Maar dit lukt hem wel. Vorig jaar natuurlijk Maurice Stijn die wegviel. Dan schuift het allemaal zo door. Hoopte je er toen al op dat je dacht van nou, dan is het nu mijn beurt? Nee, het is natuurlijk geen leuke situatie geweest en ik gun niemand om ontslagen te worden bij een club. Alleen na zijn ontslag was het voor mij al heel snel duidelijk dat Henk mij wilde als assistent. En daar was met die kans ben ik natuurlijk heel blij. Ja, ben je een beetje ambitieus? Ik ben zeker ambitieus. Dat hoef ik niet onder stoelen of banken te steken. Dat ik uiteindelijk ergens of bij deze, het liefst bij deze club het hoofdtrainerschap ambieer. Alleen ik heb voor mezelf geen termijn gesteld waarin ik dat moet zien te bereiken. Ben je een beetje een spelletjesman? Ja. Zeker als het om ballen gaat. Ja? Ja, zeker wel. Ja, voetbal is natuurlijk een spel, maar een ander spel wat je graag speelt? Ja, met mijn kinderen. Bordspelletjes of basketballen of tennissen, dat vinden ze ook allemaal leuk. Dus... Mensen erg je niet? Ook dat, maar ik ben wel vrij ambitieus dat ik ook dat soort spelletjes wil winnen altijd. Ook van je kinderen? Ook van mijn kinderen, ja. Dan laten we maar gewoon gelijk gaan oefenen. Je moet echt de pot raken. Dus ik mag niet het kratje eronder trappen dat die pot vanzelf eraf valt? Het heet kapot knallen, dus niet kakrat of zo. Nee. Dus Aaron staat Aaron op. Staat bovenaan? Ja, vier. Dan ga ik voor de 5. Precies, daar hou ik van. Nou, 5 ballen. Nou ja. Ja? Go! Ja, maar weet je, het is ook maandagochtend, hè, dus ik bedoel... Het is moeilijk, hè? Heeft iemand ook helemaal niks geraakt? Ja, Mike van Duinen. Oh, cool. Dat wil je niet, hoor. Je laatste bal, Ekrem. Je laatste bal. Je bent assistent-trainer. Ik wil de druk niet verhogen, maar kom op. 1 punt. Dat heb je bij deze wel gedaan, hoor, kan ik je zeggen. Nou, succes dan. Ik dacht dat het een heel makkelijk spelletje was, maar het is helemaal niet zo makkelijk volgens mij. Niet zo makkelijk hoor. En dan het klassement. Aaron Meijers nog steeds op de eerste plaats met 4 punten. Kevin Jansen heeft 2 punten. Michiel Kramer 1 punt. Mike van Duinen, 0 punten. En helaas Ekrem ook, 0 punten.